Want het is vrijdag en ik wou graag een eitje bakken voor mijn cameraman. Maar ja, ik las in de krant dat PFAS niet zo heel best is. Kijk, dit pannetje is allemaal PFAS. Wat is nou PFAS? PFAS is een stof. Het zijn eigenlijk verzamelnaam van bijna 10.000 stoffen die behoorlijk giftig zijn. Je gaat niet acuut aan dood, maar het duurt eventjes. En hoe krijgen we dan tefal binnen? Dat kan op allerlei manieren. Natuurlijk met het pannetje. Hè? Ik heb hier zo'n, wat we noemen een studentenpan. En een eitje bakken, dat moet altijd handig en snel gaan. Dus er zat heel vaak een laag, een anti-aanbaklaag in zo'n pan. En dan brandde het niet aan, dat was heerlijk makkelijk. Hè? En dan, die randjes gaan loslaten en die krijg je dan binnen. Dus deze pan is eigenlijk alleen maar goed om weg te gooien. Nou, dus mijn advies is eigenlijk om over te gaan naar gewoon roestvrij staal, metaal, of wat daarop lijkt. En dit is de ouderwetse gietijzeren pan. Voor veel dingen te gebruiken, ook als je ruzie hebt met je partner. Maar de bedoeling is dat je hier een ei in bakt. En dit is dus geen tefallaag, dit is een lekkere vette laag. Niet te goed afwassen, niet schuren, maar een beetje vet houden. En dan kun je daar prima een ei in bakken. Een bijzonder voorbeeld is van de acute infectie van teflon. Is als je zo'n pannetje te heet laat worden en je hebt papegaaien in je huis. Maar de papegaaien of andere vogels die gaan acuut dood. Als je dus met steengrillen, ook bekend voorbeeld van PFAS. Of je teflonpan te heet laat worden. Die dampen komen vrij en die vogel die legt acuut het loodje. Of kan 2-3 dagen later sterven met een longontsteking. Ik kreeg de vraag, waar zit PFAS eigenlijk in? Nou, in heel veel brandvertragende en stof- en waterafstotende spullen. Bijvoorbeeld, ik heb wat meegenomen, regenkleding. Daar zit PFAS in. We hebben hier een bekende zak van een grootgutter. Er zit ook PFAS in. Laarzen. Kijk. Ook daar zit PFAS in. Daar eten de meeste mensen hun laarzen niet op. Maar ja, het komt toch op die manier in het milieu. Maar in het algemeen is waxen die je gebruikt om onder je skis te smeren. Voor mensen die op wintersport gaan. In spullen om schoenen mee te impregneren. Van die spraybussen. Er zit ook veel PFAS in. Dus als je daarmee aan de gang gaat, doe even een mondkapje op. Misschien heb je nog een paar van de corona liggen. Dus overal wat waterafstotend is. En brandvertragend vind je veel PFAS. Het is het nieuwe asbest. Maar ook in bepaalde gedeeltes van Nederland, rondom Dordrecht en de Westerschelde, komt veel PFAS voor uit de fabrieken. Dus PFAS is eigenlijk overal. Je krijgt het binnen en je breekt het niet af. Ze hebben een onderzoek gedaan en bij eigenlijk alle dieren in de wereld. En ze vonden eigenlijk overal PFAS. Op alle werelddelen, dolfijnen, vissen, otters. Maar ook dieren die gewoon gras en gras eten in de uiterwaarden worden belast met PFAS. Nou, ja, wat kunnen we daaraan doen? Eigenlijk weinig, want PFAS is overal. Maar we kunnen wel proberen zelf wat minder binnen te krijgen. En ja, ook in de politiek kunnen we natuurlijk een beetje bewust kiezen dat we de milieuverontreinigers, dat we die proberen te stoppen. En binnenkort zijn de verkiezingen, kun je daar een beetje een keus bij maken.